250 boeren zullen in aanmerking komen voor middelen om voedselverwerking te stimuleren. Dit is onderdeel van de aanvullende financieringsfaciliteit van de Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP. De ondertekening van de laatste contracten voor deze subsidieovereenkomsten vond vandaag plaats op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Landbouwminister Pralat Soudin zegt dat er na dit project nog meer grote projecten volgen. De boeren hebben aanvragen gedaan voor equipment, machinerieën en ook om een voedsel te verwerken. Andere tractoren, andere graafmachines. Anderen hebben in coöperatieverband een aanvraag ingediend. Maar dan meer voor de large grant. En je weet, bij de small grant kun je aanmerkingen komen voor een spullen ter waarde van maximaal $5,000. Bij die large grants kun je gaan tot $300,000. Maar je moest wel met de eigen inbreng komen van 10%. Wat het allemaal gelukt is. In één geval moest er een organisatie uit het binnenland nog een lening nemen. Maar gelukkig is het allemaal rondgekomen. De boeren daar zullen geholpen worden. Maar je ziet ook duidelijk van het varieert vanaf de primaire productie. Maar je ziet veel aanvragen in de verwerking. De grootste groep die in aanmerking is gekomen zijn mensen die cassave telen. Soudin zegt dat het belangrijk was om een spreiding te hebben bij de selectie van boeren. Ongeveer 40% van de geselecteerden is vrouw, terwijl 45% van de boeren afkomstig is en werkt in het binnenland. De verdeling was en daar is ook naar gekeken hoor. Maar ook, je ziet ook veel jonge mensen die in aanmerking zijn gekomen. Dus ik denk dat wij met dit project in een hele grote behoefte hebben kunnen voorzien. En dat de boeren straks als ze hun equipment hebben, dat productie kunnen overgaan. En voor zij die buiten de screening zijn gevallen, minister, wat is het traject dat bij hun wordt ingezet? Kijk, helaas, SAMAP is een grant, hè? Je krijgt geld voor gratis. Zij die buiten zijn gevallen, die moeten nu proberen. Kijk, Nova is nu in operatie, dus die moeten proberen en dan in aanmerking te komen voor een goedkope krediet. Weet, Nova is een, wat tegen 5,5% en tenminste, dat gaat de rente zijn. En hopelijk dat ze daar geholpen kunnen worden. Soudin zegt dat dit project te maken heeft met het treffen van voorbereidingen voor de toegang tot exportmarkten. Er wordt naar accommodatie gezocht op de Caribische markt, omdat de Europese markt nog veel te hoge eisen heeft. Voor de bewindsman is belangrijk dat steeds meer deuren worden geopend voor export binnen de Caribische regio.